Dit is een videoproductie van InMail.nl en De Nije Krant. In 1989 begon Simone Swinkels met Spetterpret in Mil. Op zondag 7 april 2019 vierde zij het 30-jarig jubileum. Dat deed zij tijdens een heus piratenfestijn in City Resort in Mil. Aan Simone Swinkels de vraag hoe zij 30 jaar geleden met Spetterpret is begonnen. 30 jaar geleden ben ik begonnen in Mil met zwangerschapsgym. En die moeders die kwamen bij de nagym, de postnatale cursus bij mij, met hun kindje. Die gingen ermee zwemmen. En die zeiden van, ja, wij zien dat die kindjes het heel leuk vinden in het zwembad. Maar wat doe je nou in het zwembad? Ik zei, oh, daar weet ik wel wat mee. Maar ik zei, waar gaan jullie zwemmen? En is dat water voldoende warm? Want dat is een voorwaarde. Oh, wij gaan bij de molen, bij Van Kempen. Nou, toen ben ik eens naar Maarten van Kempen gestapt. En hebben we even overlegd. Hij zei van, nou, dan kun je hier wel beginnen. En zo is het begonnen met één groepje met babytjes, een groepje met peuters en een groepje met zwangere moeders. Want toen gaf ik ook nog Aquafit voor zwangeren. Ja, ja. Maar had je al ervaring om met kinderen, met baby's iets te doen in het water? Ik had al heel veel ervaring met baby's, want ik heb van kleins af aan altijd het kleine grut opgezocht. Altijd opgepast. Met mijn oppaskindjes ging ik zwemmen. En ik heb vanaf mijn 12e, 13e bij de zwemvereniging heb ik wedstrijd zwemmen, waterpolo. En als je dan wat ouder wordt, vragen ze ook meteen of je les gaat geven aan die kleintjes in het instructiebadje. Ja. Dus dat, die feeling met die kleine kindjes, die was er al van altijd al geweest. Ja. In die 30 jaar, even over die 30 jaar heen kijkend, hoe is het gegroeid? Hoe is het gegroeid? Ik ben dus begonnen met een groepje baby's en een groepje peuters. Want ik wilde meteen dat leeftijdsonderscheid maken. Een baby, dat werkt op een totaal andere manier als met een peuter. Die peuters die werden op een gegeven moment kleuters en die moeders die wilden doorgaan. Maar dat kon alleen maar op zaterdag. En er kwamen meer kinderen, meer aanmeldingen. Ik heb in het begin nooit reclame gemaakt. Moeders zeiden het tegen elkaar. Ik had ook heel goed nagedacht, hoe wil ik wel werken? Want ik had daarvoor op het Elsendaal College in Boksmeer gewerkt als gymnastieklerares. En ik denk van ja, dan heb je een leerplan. Je moet dit, je moet dat. Je moet alles volgens bepaalde regeltjes en vergaderingen. En ik denk van, nou, zo wil ik niet werken. Hoe wil ik wel werken? En zo heb ik het opgezet. En dat bleek aan te slaan. Want in een paar jaar tijd is het uitgegroeid van 1 morgen in de week naar 7 morgens in de week. Dus, en dat is al die jaren eigenlijk zo gebleven. Ja. Wat is er zo belangrijk om baby's kennis te laten maken met water? Baby's hoeven geen kennis meer te maken met water, want die hebben 9 maanden in het water gezeten. Dus als een babytje geboren wordt dan, en ouders gaan als ze 3-4 maanden zijn met de kindjes in het zwembad en het is lekker warm water, dan ontspannen die kindjes ook. Want die gaan weer terug naar dat baarmoedergevoel waar ze beschermd, veilig waren in het water. Dus het zijn eigenlijk waterwezentjes en na de geboorte worden het ademende wezentjes die afhankelijk zijn van zuurstof. Maar die reflex om onder water te gaan, die blijft nog een tijd aanwezig. En als je jong begint, dan maak je gebruik van die reflex. En kinderen groeien er eigenlijk mee op dat onder water gaan er gewoon bij hoort. Ja. Is op die manier hetgeen je doet echt een voorbereiding op het zwemmen van later? Op die manier, zo met die hele kleintjes nog niet, maar als ze groter worden, baby's worden peuters en kleuters en als ze groeien, dan gaan we ook alle vaardigheden die terugkomen in een zwemles, maar vooral het ontspannen, op de buik liggen, op de rug liggen, belletjes blazen in het water springen, weten hoe je om moet draaien en weer op de kant moet klimmen. Dus de zelfredzaamheid staat bij die hele kleine kinderen heel hoog in het vaandel. Ja. En pas als ze tegen de echte zwemles aanlopen, dan gaan we meer kijken van de spetterbenen die met de borstkral in plaats van de watertrapbenen die ze nodig hebben om boven te komen en boven te blijven. Maar met de kralslag hebben ze echt de spetterbenen met lange benen en een hele andere techniek is dat. En daar gaan we ze dan langzaam aan laten wennen. Ja. Er is op 7 april is het 30-jarig jubileum gevierd.
waarom op die manier gevierd? Want het was een piratenfestijn, hè? Piratenfestival. Het was een piratenfestijn en we hebben de hele week daarvoor, dat hebben we ook langzaam in de weken daarvoor weer naartoe gewerkt, een piratencircuit waarin we ook allerlei onderdelen doen die belangrijk zijn voor kinderen, maar op een hele speelse manier en ook weer op een hele andere manier. Zo hebben we bijvoorbeeld de schatkist gemaakt, de gezonken schat. Nou, daar gaan we natuurlijk naar kijken met duikbrilletjes. En dan is het onvoorstelbaar, er is wat te zien in het water. Dus die kindjes zetten hun duikbril op zelf en die kijken en die blijven onvoorstelbaar lang kijken. En dus die ouders hebben zoiets van, ik kom eens boven. Er is wat te zien. Dus ik kijk altijd, wat heeft een kind nodig om die vaardigheid die wij hem graag zouden willen leren, om wat heeft een kind nodig? Hoe gaan we dat zo doen dat het op een hele leuke speelse manier gaat? En daar helpen we ouders ook bij, want een ouder die ziet een duikbril van, oh, die moet op de neus. Nou, als een klein kindje zo'n vreemd voorwerp in één keer op de neus geduwd krijgt, dan willen ze er niks meer van hebben. Nee. Dus wij doen dat heel rustig. Het is ook een bakje waar je water uit kunt gieten. Je kunt hem op het water, dan kun je papa's voet zien. Dat is leuk. En je maakt kinderen nieuwsgierig en ze komen steeds dichterbij. Ze willen dat ook wel eens zien. En vroeg of laat pakken ze zelf die bril, zetten hem voor hun neus. En dan zijn ze zover dat je ook met het elastiek vast kunt en zo. Maar dat gaat allemaal in hele kleine stapjes, heel structureel. Ja. En waarom dat thema feest op 7 april? Nou, dat is de afsluiting van de piratenperiode, zeg maar. We hebben dat al eerder gedaan bij een jubileum. En dat was zo'n enorm succes, omdat we ook een hele leuke piraten theatervoorstelling erbij hadden. Echt geschikt voor die hele kleine kindjes. Niet spannend of zo, maar heel speels. En de kinderen gingen er helemaal in op. Het was geweldig om te zien. En de kinderen kunnen als piraat verkleed komen, als piraat geschminkt worden. Ja. En alles stond in het teken van de piraten. Piraten schatkistjes als tractatie. Daarom dat thema. Ja. En zo hebben we meer thema's, maar ja, je kiest voor een thema. Ja. Er zijn meer, we werken heel veel met thema's om de lessen leuk, interessant en afwisselend te maken. Want het zijn wel steeds dezelfde ouders die komen met hun eerste, tweede of derde kind. Maar voor de ouders die komen ook vaak met een vierde kind nog, want het blijft gewoon leuk. Ja. Je hebt in die 30 jaar ondertussen 2 boeken gemaakt over zwemmen. Waarom boeken? Ik ben op een gegeven moment, dat is in 2013 geweest ongeveer. Ja, er zijn veel zwembaden, bijna alle zwembaden bieden baby-peuter-kleuterzwemmen aan. En ik ook. Ik merkte wel dat mensen uit de regio hier naartoe komen. Maar waarom? Ja, de manier waarop ik werk is toch anders dan waar veel andere zwemscholen mee werken. En ik denk, dan vind ik het ook belangrijk om dat een keer vast te leggen ook. Voor de ouders. Ik wilde 1 boek schrijven voor ouders van baby's, peuters en kleuters. Maar als schrijvende dacht ik van, nou, als je dat met een baby doet, dan doe je dat totaal andere manier als een peuter. Een peuter kun je niet zomaar onbevangen. Die is niet meer onbevangen. Die kun je niet zo onder water. Want als je dat doet, dan wil hij nooit meer zwemmen. Nee. Dan is hij het vertrouwen in papa en mama kwijt. Dus dan doen we dat op een compleet andere manier. Als je neus, kijk eens wat papa met de neus doet. Ja. Neus in het water. Ja. Kun je dat ook uitnodigen, uitdagen soms, maar nooit pushen of dwingen. En dat staat allemaal beschreven. En ja, zo heb ik ook gezien, er is een methodiek ontstaan in die 30 jaar dat ik gewerkt heb. En dat is de volgende uitdaging, om de methodiek vast te gaan leggen. Want als ik ooit een keer stop met spetterpret, met lesgeven, ga ik nog heel lang door. Maar dan gaat in ieder geval met mij niet de methodiek verloren. Dus ik hoop andere instructeurs mijn methodiek ook bij te brengen. Zodat ze op dezelfde manier ook dagelijks met baby's, peuters en kleuters in het zwembad kunnen werken. Dus een derde boek is in de maak? Nou, nadat het jubileum helemaal afgesloten is en geëvalueerd, en dan ga ik me echt heel gedisciplineerd aan het derde boek werken. Ja. De pre-swim methodiek van Spetterpret. Thank you.
Wilt u meer weten over Spetterpret in Mil? Check dan de website www.baby-peuter-kleuter.nl.